Vakantiehuisjes in Nederland doen het goed tijdens de kerstvakantie. Ja, de hoop is natuurlijk dat de restaurants opengaan. Maar misschien zitten we straks al aan het kerstdiner in een vakantiehuisje. Voor veel mensen zal dat gelden. Want het blijkt dat heel veel mensen er toch wel even tussenuit willen in die kerstvakantie. Het wordt ons natuurlijk ontraden om naar het buitenland te gaan. En dus zien parken als Lendl en ook Centerparks dat die boekingen in die kerstvakantie flink toenemen, zeggen ze vandaag in de Telegraaf. En ze hopen natuurlijk dat die vraag nog groter wordt als het kabinet dinsdag hopelijk voor hen dan bekend maakt dat bijvoorbeeld die binnenzwembaden weer open mogen. Nou, veel parken bieden ook volledige kerstdiners aan die dan naar de bungalow worden gebracht. En sommige hebben ook een kerstboomservice. Dan kun je een kerstboom krijgen in je bungalow. En dat kan dan met decoratie of zonder. Dus je mag het ook nog zelf doen. Ja, de ondernemers blijven maar innovatief. Ja. Dit is natuurlijk hartstikke goed nieuws voor dit soort vakantiehuisjes. Ja, op zich voor het land ook wel. Hè, dat we toch dan in Nederland blijven. En weet je, als ondernemer moet je in deze tijd ook heel creatief zijn. En moet je echt laten zien dat je ondernemer bent. En wij zijn inmiddels ook gestart met online koken en wijnproeven. Dat hebben we eigenlijk na de eerste lockdown hebben we dat een beetje ontwikkeld. Omdat we toch wel bang waren dat het weer zou gaan gebeuren. En ik moet zeggen, dat loopt heel erg goed. Dus misschien is het ook voor ons een goed idee om met hun in zee te gaan. Want dan kunnen mensen online koken met ons vanuit het huisje. Ik krijg zo'n idee. Ja, toch? Ja, maar dat is wel belangrijk. Dat je echt nu heel creatief bent en toch je kop boven water houdt. Want dat is zo. Mevrouw van Tolburg, ik herinner me dat u heel erg van kerstversieringen houdt. Ik ben heel benieuwd, is uw huis al in kerstsfeer? De kinderkamers zijn al helemaal in kerstsfeer. De kerstbomen staan er, de kerstlampjes, alles is al. Ja, dat is wel heel snel. En onze dochters zeggen die huisjes, dat hele dorp. Maar Sinterklaas komt morgen pas aan, hè? Even voor de duidelijkheid. Ik heb het eigenlijk nooit willen doen voor Sinterklaas. Maar nu zijn we toch wel vol in kerstsfeer. Maar ik moet wel zeggen, bij die huisjes, ik hoop dat het niet zo duur wordt dat het weer alleen is voor mensen die toch al riant wonen. Want ik hoop dat toch ook wel mensen die er echt even tussenuit moeten, dat die de kans krijgen om naar zo'n huisje te gaan. Ik vind het juist zo mooi dat ook Libreye al die slag heeft gemaakt. Natuurlijk is het een geweldig restaurant en daar betaal je een prijs voor en zo hoort het ook. Maar ook de slag maken dat mensen die misschien niet de hoofdprijs kunnen betalen ook een beetje mee kunnen doen. Toch van kunnen genieten, ja. Maaike, een belangrijke deadline voor zorg.